Dit is de Petten Prominent Gas Barbecue Buitenkeuken. Maar echt eentje voor je hele hockeyteam of voetbalteam. Of misschien wel de hele buurt die komt eten. Want het is namelijk echt een jukkel. Hij heeft 5 hoofdbranders en 1 zijbrander. Deze barbecue is Nova Black, een beetje mat zwart met roestvrijstalen accenten. De kap is gemaakt van geëmailleerd staal met daarin de thermometer, zodat je precies kan zien op welke temperatuur jij aan het garen bent. De bediening gaat via deze knoppen. Nou, wat ik wel heel erg wijs vind, dat is die LED-verlichting die binnen in die knoppen zit. Mocht je dat nou helemaal niks vinden, kan je hem gewoon uitzetten. Er zitten gewoon batterijtjes in, dus je hoeft geen stekker in te steken. De bediening is makkelijk. We draaien hem linksom. Je hoort het al, klik. Op die manier geeft hij net even een vonkje en dan gaat hij aan, komt de knop weer naar buiten en dan kunnen we hem zelf traploos bedienen. En aan de buitenkant hebben ze rubber gezet bij deze knoppen. Dat is een beetje anti-slip voor als je vette vingers hebt. En deze meest rechterknop, die is voor de zijbrander. En hier zit die zijbrander onder dit plateau. Doen we het klepje even omhoog. En hij heeft een vermogen van 3,2 kilowatt. Ideaal natuurlijk om die satésaus, soep of te wokken. En aan de andere kant hebben we nog een groot werkplateau voor je accessoires. Het grillrooster heeft een afmeting van 48 bij 80 centimeter. Nou, daar kunnen hier echt heel veel worstjes op. Voor mijn part gooi je er een hele koe op en de hele buurt kan mee eten. Hij heeft gietijzeren roosters heeft hij erin zitten. Het is ideaal dat hij de warmte vasthoudt. Daaronder hebben we de flavorizers. De flavorizers die kunnen we eruit halen. Ook van geëmailleerd staal goed schoon te maken in de vaatwasser. En daaronder hebben we de 5 RVS branders die samen een vermogen leveren van wel 17 kilowatt. En het vet dat druipt hier allemaal langs in de vetopvangbak. Hij beschikt ook over een warmhoutplateau, geen rooster, dat zeg ik er expliciet bij. Want je ziet dat het allemaal hele kleine gaatjes heeft, zodat niet je groentjes of je vis of iets ertussendoor naar beneden valt. Heel handig dus. Onderin een gesloten kastje. Ja, hier kan je je 5 liter gasfles in kwijt en nog andere accessoires. En ook hieronder zit de vetopvangbak, wel even naar iedere barbecuebeurt schoonmaken. Deze barbecue staat ook gewoon op 4 zwenkwieltjes en dat is natuurlijk super handig, zodat je hem makkelijk kan verplaatsen voor als je hem bijvoorbeeld van de winter ook in de garage moet zetten. Maar als je aan het koken bent, zit er ook een rem op. Wij van Barbecue Shop adviseren deze gietijzeren bakplaat. Houdt goed de warmte vast. Maar is natuurlijk mooi voor je vis en je groentjes, zodat ook niet al het vocht eruit verdwijnt. En tevens hier achterop de ribbeltjes voor die mooie ribbels op je hamburgers. Mocht jij nou deze barbecue in topconditie willen houden, dan adviseren je deze afdekhoes van Petten. Want dan is deze barbecue tenminste weer en wind bestendig. Mocht jij wat aan deze video gehad hebben, vergeet dan eventjes niet op het duimpje te klikken. Of dat je hem deelt met je vrienden of op social media. En wil je hem bestellen? Klik dan hier op de bestelbutton. Ja, moet je er wel op klikken, want dan ga je naar de productpagina.